Zo zag het eruit in Utrecht toen afvalophalers aan het staken waren. En ook in Amsterdam lag troep, oud papier, pizzadozen met etensresten en gescheurde vuilniszakken waar een vieze geur uitkwam. In Rotterdam zag het er zo uit, maar er wordt nu dus weer opgeruimd. Ja, het is toch wel een pijnlijk aanzicht. We doen echt ons best om het dagelijks zo schoon, heel en veilig op te leveren in onze stad. En als we dit dan zo zien, dan hebben we nog een flinke klus om te klaren. Als werknemers staken, doen ze hun werk niet meer om hun zin te krijgen. En zij wilden vooral meer geld verdienen. Ik werk hard en we verdien weinig. Lisa Schallenberg werkt bij de NOS en weet veel over dit onderwerp. Zij legt uit wat er nu is afgesproken. Ze gaan meer verdienen. En vooral de mensen die weinig verdienden, die gaan er vooral op vooruit. Nou, en behalve salaris is het ook zo dat ze meer vrije tijd krijgen. Dus 5 mei, bevrijdingsdag, wordt een vaste feestdag. Voor mensen met hetzelfde beroep zijn er vaak afspraken over werktijden en salaris. Als één iemand het daar niet mee eens is, is het lastig om daar iets aan te veranderen. Maar met meer mensen samen kan het zijn dat er geluisterd wordt. Als groep proberen ze vaak eerst te praten. En als dat geen effect heeft, kunnen ze ook gaan staken. Nu de vuilnismedewerkers hebben bereikt wat ze willen, meer geld dus, gaan ze weer tevreden aan het werk. Voor mij persoonlijk kan ik het heel goed gebruiken. Ik zit met de huur, de boodschappen worden veel duurder. Ja, ongeveer 200 in de maand, dat is wel heel lekker meegenomen. Wat betekent dan die 200 euro? Wat kunt u dan nu wel doen wat u eerder niet kon doen? 10 minuten douchen in plaats van 5. Staken gebeurt op meer plekken, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Treinconducteurs en buschauffeurs die even geen passagiers vervoeren. Soms heeft het zin, maar het werkt niet altijd. We zien bijvoorbeeld bij de buschauffeurs, die zijn al langere tijd aan het staken. Want die willen ook meer geld, maar dat heeft tot nu toe nog niet gewerkt. Hun bazen die zeggen, ja, er is gewoon niet zoveel geld als wat jullie willen. Maar ja, als je gaat staken, dan doe je dat niet zomaar. Dus bazen die gaan wel vaak goed luisteren op het moment dat je zo je punt maakt. Hoe het nu verder gaat met de stakende buschauffeurs is nog niet duidelijk.